twee. Ja! Hoppakee! Lekker hoor. Hm. Ik schijn de allervervelendste filmpartner ever te zijn. Mijn broer wordt helemaal gek van me, omdat ik dingen heel vaak niet snap. Ga ik het vragen stellen waar hij ook geen antwoord op kan hebben, weet je. Ik ben heel benieuwd wat mijn date vanavond allemaal gaat vinden. Het lijkt me heel leuk, maar het kan ook maar zo zijn dat het echt een drama is, letterlijk en figuurlijk. En dan ben ik zo weg. Ik vind heel veel films leuk, met name voor mezelf vind ik actiefilms altijd wel te gek. Ja, alles met comedy. Comedy, een beetje glamour, happy ending, feel good. Poepie chic! Ja, nee, niet! Nee! Het ziet er goed uit! Ja, dankjewel. Hoi. Oh, die laat wat vallen. Oh, hier. Okay. Oh, jij doet het gewoon zo. Hi Jill! Hoi, hoe is het? Hoe is het? Ja, als ik had geweten dat jij kwam, had ik dat voor je dochters meegenomen. Ja joh, dat is toch goed. Hey, maar je ziet er heel ziek uit. Dankjewel, ja, jij ook. Wat verwacht jij van vanavond? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik weet niet welke film we gaan zien. Nee, ik ook jij niet. Wel? Nee, ik ook jij niet. Nee. Nee, leuk. Ik heb er heel veel zin in. Ja, ik ook. Ik heb er zeker zin in. Naar welke film gaan wij? Ja, goeie. Waar gaan we heen? Ik weet heb niet. Jij de kaarten? Tadaa. Ah, kijk. De kaarten. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Mensen. Wij gaan naar... Oh, hier staat niemand, okay. Niemand in de stad. Niemand in de stad. Pathé Rembrandt. Als je er echt over nadenkt, komt het altijd ongelegen. Het volwassen leven. Kom. Oh, kijk! We hebben een rode loper. Ja, we hebben een rood loper momentje. Moet je nog vragen of iemand een foto van ons maakt? Oh, ja, wilt u er even een foto maken? Zeg. Ik wil een nou, kijk eens aan. The bigger the better. Hey, voilà. Eentje de man of? Voor mij echt die roze popcorn. Echt serieus, als het kan. Ja, maar die heb ik hier niet. Oh, die heeft ze niet. Die roze popcorn. Ja. Nee, die heb ik zeker wel. Oh, die heb je wel. Ja! 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 Hoppakee. Alsjeblieft. Hoeveel heb je er? Yeah! Zijn er twee? Te weinig zoet op. Niet goed? Ja. Nou, ben je wel? Voor het 11,50 euro. Kijk, dat zijn ook toffe films. Nee, dat lijkt een beetje op jou. Hi. Ja, ik dacht dat. Alsjeblieft, hou lief. Okay. Helemaal goed. Dankjewel. Goed zo. Ja, ik weet het. Ja, sorry. Ja. Oh. Ja. Zo. Spannend. Ja. Ik ben... Oeh. Hey. Ja, oh, dat is wel echt een goeie. Dat mag echt niet. Oké. Okay. Doe nu uit. Uit. Vliegtuig, man. Ja. Hij staat uit. Goeie vliegtuig. Kijk. De filmpje. Shh. Als jij iets zou weten over iemand en diegene die begint daar gewoon niet over, wat moet je dan doen? Mensen die verdrinken, die roepen alleen aan het begin om hulp. Daarna worden ze stil. En dan zijn ze nog niet verdronken. Straks moet je ineens van alles. Moet je keuzes maken die onomkeerbaar zijn. Wat moet ik doen? Dit is je laatste kans. Dit, hier. Dit is het moment. Dit is het leven op open zee, vriend. Ja. Ja, hij zet me echt aan het denken. Wow, ik ben echt helemaal in een andere wereld even. Ja, dat heb ik ook wel een beetje. Ja, hè? Ja. Ik moet even landen weer. Ja, even terug naar nu. Ja, even naar buiten. Ja. Ja. Echt een film die gewoon echt is. En ik vond de acteur zo ontzettend goed. Echt, ja. Ik vergat soms gewoon dat ik naar een film zat te kijken. Nou, ik had af en toe ook wel het gevoel dat je er gewoon bij stond. Ja. Dat je gewoon in die groep, dat je erbij was. En dat is natuurlijk wel de kracht van zijn documentaire-achtige achtergrond, zeg maar. Ja. Weet je, omdat hij dingen laat zien zoals het zijn, zoals het is. Ja. Het is zo. En dat zie je nu in de film heel erg terug. Er zaten een paar dingen in die me echt raakten. Oh ja? Wow, echt gewoon heel dichtbij. Vaders die anders zijn, vrienden die anders kunnen zijn, die dan ook zo uit je leven stappen, weet je, dat heb je altijd wel iemand in je buurt, of je maakt het zelf mee, of iemand van heel dichtbij. En ja, dat is, wat ik heel goed vond aan deze film is, kijk, in eerste instantie altijd als je die koorballen ziet, dan denk je, oh, dat zijn van die types, daar wil ik niks mee van maken, weet je wat. Ja. Je hebt een soort vooroordeel. Ja. En die wordt weggehaald, hè? Deze acteurs krijgen het gewoon voor elkaar. Dat je gaat zoals ze houden je. Die jongen die gaat de hele dag vreemd. Die is eigenlijk
echt zo'n ontzettend nare jongen, weet je. Want ze, hij is heel knap trouwens, dat wel. Ik sta er ook op van. Heel mooi hoofd. Echt waar? Ja? Ja. Okay. Maar, en, dus ik val af. Nee, maar en dan denk je, nou, hoe kan het nou dat iemand die zo naar doet? Ik bedoel, hij breekt ieder... hij maakt zoveel kapot en toch hou je van hem. En dat vond ik dat zo knap neerzetten. Wat is de waardering? Hoeveel kalver geef jij? Ja, ik vond het een hele goede film, dus ik geef hem 4,5. 4,5 kalf? Ja. Wauw. Ja, ik denk mijn waardering 3,5. 3,5. Ja, dat is ook dus, goed. Ja. Het is een hele goede film, maar je moet er wel over nadenken. Dus 3,5 kalf. Dus in totaal heeft hij van ons 8 kalven. 8 kalven in totaal. Ja. Ik zeg, die is in de pocket. Nou, we gaan nu een borrel drinken. Ja. Doei! Abonneer op ons YouTube-kanaal en klik op de link NPO 3.